SWM-directeur Clifton Linga zegt dat er gesprekken zijn gevoerd met de bewoners van Pokigrong over de winning van gezond drinkwater in het gebied. Zaterdag bracht de directeur samen met een delegatie van het bedrijf een bezoek aan Pokigrong. Er is met het traditioneel gezag en bewoners van het gebied gesproken over de vooruitzichten met betrekking tot veilige drinkwaterwinning en voorziening in het gebied. We hebben hier gesproken over een aantal zaken. De leg uit taki, wat rasade kisija enkel aan het drinkwater en de wan taki omzet wan duurzaam zandiden. We bespreken een aantal zandja de kunu ook to sorunu ook to locatie, pe mogelijk ook aan borobron en toe mogelijkheid de, namelijk ook aan gebruik karivierwater voor kan zuiver kotoren drinkwater gidesma, en ook aan luku ef aquifers de in haar omgeving. Dat we boren, bron en voedappen uit kan voediseren voor water. Dus de afspraken die we hier hebben gemaakt, en we kiezen op ja, dat we ook even naar de minister voor natuurlijke hulpbronnen. En in de same wiki zei op ja, wil ik al een delegatie sturen om die proefboringen te doen om te kijken als er water is. En zolang de zand dat de in beeld, hoe je monster gaat lab, dat weten we precies wat we moeten doen en dat is het dan. Heel snel werken dat de mensen voorzien worden van gezond en betrouwbaar drinkwater. Linga zegt dat de bedoeling is dat geheel Pokigrong en het Achoni-gebied heel gauw voorzien moeten worden van schoon en gezond drinkwater. Vooral het politiehuis, de scholen en het Achoni-ziekenhuis zullen worden voorzien van schoon drinkwater. Linga verklapt dat het Guyaba-gebied nadien aangepakt wordt als het gaat om het waterhuishouden. Ja, minister. We bespreken aan dat die. Dus dat toegedeelte, de one gedeelte, SWM BIM doet dat naar leggen van leidingnetwerk. En het traggedeelte, dat van zuivering, dat aan ministerie voor NHBO doen samen met een bedrijf Boezak. En conform aan informatie van minister, dat de man bezig voor starten op omdat die een beetje stagnatie bij de Inasani. En dat de geven aan dat die starten op hoe kan. Voltooia project dat hij dat desma voor Guyaba en Kisawatra, dat is ook toe bezig. Na een voorbereiding van Pisi voor Pamboko, Kaya Party, Pikin, Slee, na een nieuwe Aurora, ook toe voor Dorpuna in die Asidopo de One Force, ook toe voor drinkwater, maar dat na een ministerie voor NHSR voor de Pisi dat hij. Linga merkt verder op dat de laatste gesprekken lopen om ook het drinkwaterprobleem te Donderskam, Soelmans Eiland en Drietabbetje aan te pakken. De directeur stelt ook dat er afspraken gemaakt zijn met de dorpsgemeenschappen om een eigen bijdrage te leveren ten behoeve van de watervoorziening.